Hadden de mensen nog vragen? Nee, die moet toch op de zo? Ja, dat is hem, hè? Dat is hem. Ja? De meeste van u kennen mij wel. Ik ben Oorswieder. Ik ken een hele hoop bekende gezichten. Even een compliment terug. Ik heb een collega, die heeft uw summer school zitten kijken. En die dacht dat u studenten waren. Oh. En dat deed hij aan de hand van de vragen. Trage studenten. Nee, goede vragen vond ik. Ja, dat wil ik u toch een keer teruggeven. Oké. Okay. Ja? Ik zal harder schreeuwen. Dat is goed, ja? Dat geldt ook hier. Normaliter is dit een cursus. Die geef je aan derde en vierdejaars studenten, omdat er wel wat voorkennis voor nodig is. Je moet een beetje weten van elektromagnetisme, van thermodynamica, van statistische fysica, kwantummechanica natuurlijk. En ja. Dus we gaan af en toe uitstapjes maken om dat bij te scholen een beetje. En ik probeer u de essentie daarvan mee te geven. De idee is u niet een volbloed thermodynamicus of een volbloed statistisch fysicus te maken, maar in ieder geval het idee van waar het over gaat meekrijgt. Dat is het concept. Dat is ook de reden waarom ik u nu nog niet geen dictaat gegeven heb. Want ik kan niet heel moeilijk peilen waar uw lacunes zitten. Nou, voor hetzelfde geld zit ik straks te investeren in iets wat voor nu vanzelfsprekend is. Een of andere goede andere cursus geweest is die iedereen gevolgd heeft. En dat zou zonde zijn. Dan heb ik mijn munitie daarop verschoten. Maar dat betekent wel dat we dit samen moeten doen. Je moet mij aangeven wat u niet snapt of wat u nog meer uitgediept moet hebben. En dan probeer ik u daarin te willen te zijn. Is dat een faire deal? Ja? En ik ga u steeds weer zo'n handout toesturen. Zo'n document wat langzaam steeds dikker, steeds meer spelfouten heeft. Ik heb nou een nieuwe truc. Ik probeer nou klinkende taal te gebruiken. Die schijnt ook grammatica te controleren. Ik ben een buitenlander, dus je moet me dat echt vergeven. Dus ik probeer het. Zullen we dus beginnen? Eigenlijk heeft iedere hobby zijn superheld. De cosmologen en de algemeen relativisten hebben de zwaartekrachtsgolven. Nikev, met zijn hoge energiefysica, heeft het Higgs-boson. Mijn held staat hier achter mij. Het hele onschuldige elektron. Dan zou je zeggen, wat is daar nou spannend aan? Dat elektron kan iets wat al die anderen niet kunnen. Groepsgedrag. En dat groepsgedrag, dat samen dingen doen, dat maakt het zo extreem spannend. Het is een zoom van vreemde effecten. Niet voor niks dat een van de onderwerpen is waar de meeste Nobelprijzen opgevallen zijn. Supergeleiding, quantum Hall effect, fractional quantum Hall effect, Josephson junctions, eendimensionale draadjes. Je kunt het zo raar niet verzinnen of het kan. En iedere keer weer als je een bochtje omslaat, gebeurt er weer iets raars. Het andere mooie aan dit thema is dat eigenlijk tot de dag van vandaag niemand echt goed weet hoe met dit soort onderwerpen om te gaan. Er zijn nog een hele hoop terra incognita. Groepsgedrag is heel erg moeilijk te beschrijven. Ook al bij mensen is dat moeilijk te beschrijven. Moet je je voorstellen, bij elektronen is het nog een tikje lastiger. In dat opzicht zijn zwaartekrachtgolven veel toegankelijker. Ik zal niet zeggen het is een kwestie van uitwerken, want dan krijg ik hommels met, want dat is het zeker niet. Maar dit is niet eens als een kwestie van uitwerken. Vaak weten we niet eens waar te beginnen. Het probleem van de hoge TC supergeleiders is tot de dag van vandaag nog steeds niet echt opgelost. Nou moet ik, omdat die zo groot is, een keuze maken. En mijn keuze is voor de supergeleiders. En de reden daartoe is eigenlijk dat alle andere systemen daar op een manier mee te maken hebben. Die lijken heel sterk op elkaar. Ik ga u straks, u zou zeggen, een normaal metaal, daar heb ik heel veel elektronen, daar zouden ze echt heel erg veel last van elkaar moeten hebben. Zou je zeggen.
Veel mensen veel last. Nou, elektronen werkt dat een tikje anders. Daar juist niet. Omdat er zoveel zijn. Juist omdat er zoveel zijn. Als je wilt hebben dat ze last van elkaar hebben, moet je een trucje uithalen. En één trucje is juist heel weinig elektronen te nemen. Dat zijn halfgeleiders. Uw elektronica draait erop. Op het feit dat die elektronen last van elkaar hebben. Ja, dat is nog relatief makkelijke last eigenlijk. Als je dan halfgeleiders maakt, met die halfgeleiders kun je leuke dingen doen. Je kunt deze elektronen letterlijk in een tweedimensionale wereld laten leven. Of zelfs een eendimensionale wereld. En dan gedragen ze zich totaal anders. Sorry? Nee, nee. Je kunt op een elektron zo hard slaan als je wil. Ja, daar zit geen structuur in. Dus waar je bij protonen daar die quarksjes in ziet liggen, elektronen niet. Elektronen zijn leptonen. Ja, dat is letterlijk een punt. Dat is dus één manier om rare effecten tevoorschijn te koppelen. Heel weinig elektronen te nemen. Ja, half geleiders, daarom heet het ook zo. En daar waar metalen glimmend zijn, ja, minder elektronen, zijn dit vaak doffe materialen. Silicium, gallium arsenide, hè, dat is waar de chips van gemaakt zijn. Dat soort spul. Ja? Nou, wat zijn nog andere manieren om elektron-elektron interacties te zien? Een andere manier is daar overgangsmetalen of lanthanides of actanides in te stoppen. Want wat hebben die? Die hebben hele nauwe f- en d-orbitalen. Dus op één plekje, hè, is het heel nauw. En in zo'n f- en zo'n d-orbitaal is het heel onhandig om daar twee elektronen in te stoppen, want ze hebben maar weinig kans elkaar te ontwijken. Ze stoten elkaar heel hard af. Dus stelt u voor, hè, ik maak een metaalrooster. Laten we even voor het gemak een metaalrooster zijn. Dat hoeft tegenwoordig ook al niet meer. We hebben er al gevonden die niet metaal zijn. Zelfs isolerend zijn. Hè. En in dat metaal zet ik stoelen. Dat zijn die f-orbitalen. En dan ontstaat een soort stoelendans. Die elektronen willen op die stoelen zitten, maar niet op elkaar schoot zitten. So far so good. Probleem nummer 1. Die elektronen zijn niet van elkaar onderscheidbaar, fundamenteel niet. Ja, vanwege de onzekerheidsrelatie kan ik nooit bepalen of die twee elektronen nou dit gedaan hebben of dit gedaan hebben. Weet ik niet. Probleem 1. Probleem nummer 2, die elektronen hebben een klein kwantummagneetje. Laten we het voor het geval zo even noemen. Spin. Ja, en nu vroeg mij net, hebben ze dan geen volume? De reden waarom ze historisch spin heet, als we men oorspronkelijk dacht, is gewoon een balletje wat om zijn as draait. Ja. En die spin is halftallig. Dat betekent dat die kan alleen maar of zo wijzen of zo wijzen. Dus ik heb als het ware een stoelendans met jongens en meisjes. En ik kan alleen maar zien hoeveel jongen of hoeveel meisje op die stoel zit. En dan dansen ze. En eigenlijk alle moderne systemen, dus nieuwe hoge TC-supergeleiden, yttrium, barium, koperoxide, hoor je ze, koperoxide en yttrium en barium, daar zit het in. Hè? De heavy Fermi materialen, uranium, platinum 3. Dat is een materiaal waarin de elektronen factoren 100 keer zwaarder zijn, of lijken, laten we het goed, een beetje taalgebruik, hè, dan ze normaal zijn. Waar komt dat vandaan? Ja? Allerlei magnetische materialen, de meest wilde magnetische materialen, ja? Antiferromagneten, ferromagneten, ferrimagneten en allerlei exotische combinaties daarvan. En we weten gewoon niet wat het doet. Dat is de fundamentele boodschap. Nou, in deze zo, hè, moet ik er een paar uitkiezen. Ik ga als leidraad de supergeleiding nemen. Ik vind dat zelf het fascinerendste effect. Dus na heavy fermion behavior, want daar ben ik gepromoveerd. Maar, ja? Ja? Ik ga als leidraad de supergeleiding nemen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eens even de middelbare schoolstof weer op een rijtje zetten. Hoe zat dat ook alweer met die middelbare schoolscheikunde? En hoe zat dat ook alweer met geleiding? In een normale draad. Hoe werkte dat ook alweer? Dat gaan we doen. Dat is het menu voor vandaag. Ja? Verre deal? Ja? Daar is mijn superheld.
Ah, ik ben even moeten verrast. Het afbouwprincipe, dat is van Bohr. Wat ik ga doen, ik ga het atoom aankleden. Ja, scheikundigen zullen dit vast anders noemen. Ja? Ik ga het atoom aankleden. Ik haal alle elektronen weg en doe ze er één voor één bij. Dan heb ik een aantal termen. Ik heb de center of mass term. Dus hoe het middelpunt beweegt. En hoe het eromheen beweegt. En dit is grof gesproken, dit is het massamiddelpunt. En dit is zoals je zou willen het elektron. Ja, de H. Ja, leest u daar de energie voor? Dat is eigenlijk de Hamiltoniaan. Dat is de energie. Dit hier, dat is de kinetische energie. Wat is de normale formule voor de kinetische energie? Half een V². Ja? Ik zal een zwarte nemen, dat is denk ik het best zichtbaar. Center of mass. E kinetisch is een half M². Ik had gehoopt dat hij wat dikker zou zijn. Wat is de definitie van een impuls? Ik moet dat opvallen. Ja, P is M keer V. Dus als ik zeg E kinetisch is P² gedeeld door 2M. Wat staat daar eigenlijk? M keer V in het kwadraat gedeeld door 2M is M² V² gedeeld door 2M. Is een half mv². Dus dit eerste ding hier, dat is de kinetische energie van het elektron. En dit beestje hier, dat is de kinetische energie van het hele atoom zoals dat daar beweegt. Ja? En dan deze term, dat is het elektrostatisch potentiaal. Hoe dat elektron en die kern elkaar aantrekken. Dat is potentiële energie die hier staat. Die staat dus de kinetische energie plus de potentiële energie. Ja? De kwantummechanica is dat een operator. Hè? In de klassiek is dat gewoon een ding wat je uitrekent. Hè? Dat is eigenlijk de energie. Ja? Duur woord daarvoor, Hamiltoniaan, laten we het zo maar zeggen. Nou, stap nummer 2. Gaat dit onhandig? Ik vergeet even het bewegen van dat atoom als geheel. Dat vergeet ik. Plakkertje erop, weg. En wat ik doe, ik zeg, kijk, die impuls, dat is een vector, die heeft twee richtingen. Dit is de kern, hè? Dit is de straal. En hier heb ik zo die impuls. Hè? Die heeft een impuls in deze richting, P. En een impuls in deze richting, P. Dit noem ik P parallel aan R. P loodrecht aan R. Dat mag, hè? Ik moet heel voorzichtig zijn met R en P tegelijk hebben, hè? Want dat, ik bedoel, in de kwantummechanica bijten die twee elkaar, dat is de onzekerheidsrelatie. Hè? Dus ik ben een beetje wiebelig met P en R in die vergelijking. Dus ik ga nou proberen of ik die P niet via een omweg eruit kan krijgen. En die omweg, nou doe ik het wel heel erg slordig. Ik zeg, dit is de draaiimpuls. De hoeveelheid draaiing die iets heeft. Net als de impuls is hoeveel beweging iets heeft, is de draaiimpuls hoeveel draaiing iets heeft. Ja, dat heet dat geven ze aan met de letter L. Die draaiimpuls reken je uit door de straal te nemen keer de loodrechte component op die straal. En dat geeft je dan een vector die of die kant uitwijst of die kant uitwijst. Ja, of die rechtsom draait of linksom draait. Ja, net zoals je impuls hebt beweging, dus draaiimpuls hoeveel draaiing hebt. Zat die andere dimensie niet bij? Die derde? Maakt niet uit. Ik heb in essentie, hoe ik hem ook hou, hè? Is hij dat?
We praten ergens in. Ben ik dat? Oh, dat is het. Ja, sorry. Hoe ik hem ook hou, hè? Zo. Mag ik doen wat ik doe? Ik heb altijd een arm. En recht in de richting van de arm en loodrecht op die arm. Ziet u? Ja. Hoe dat ook is. Gaat altijd. Ja? Wat is de dimensie hiervan? Kijkt u maar. Wat is de dimensie van die P? Dat is massa keer een snelling. Nee, dus wat is de eenheid van P? P is M keer V. Wat is de eenheid van die M? Kilogram? En van die V? Dus de eenheid van P is kilogram meter per seconde. Draaiimpuls. Eenheid van die L is dus kilogram meter kwadraat seconde kwadraat. Ja? Mees? Nu, dus we zijn al hier. Ik ben even de slag kwijt. Sorry? De L is kilogram en daar staat... Ja, dus L... Ik schrijf hem hier wel neer. Hier is meer licht. L is R keer P. Dus de eenheid van L... is de eenheid van R is meter. En die hebben we net afgeleid. Kilogram meter per seconde. Is dus kilogram... meter kwadraat per seconde. Ja? Niet meter seconde kwadraat, maar meter kwadraat seconde kwadraat. Ja? Ja? Dus die P loodrecht, die kan ik schrijven als L delen door R. Nou. Denk eraan, die P loodrecht en die P parallel staan loodrecht op elkaar. Hè? Dus als ik dat kwadraatje uitwerk, krijg ik P parallel in het kwadraat. Plus P loodrecht in het kwadraat, daar schrijf ik dit voor. Plus 2 keer P parallel keer P loodrecht. Maar die twee staan loodrecht op elkaar, dus dat geeft me 0. Dat zijn vectoren, hè? Dus ik hou alleen dit over. Ziet u langzaam de Schrödinger-vergelijking tevoorschijn komen? Ja? Even op een sheetje. Ja? Ja? Dan gebruik ik dat draaiimpuls behouden is. Dus een behouden grootheid is. Nee, maar sommigen van u wel. En daarom doen we het. Precies daarom doen we het. Ja? 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 Als wat ik moet zeggen, weet u nog de Schrödinger-vergelijking? En dan begin ik vrolijk te tetteren. Ja? Dus dan gebruik ik dat die draaiimpuls behouden is. En nou blijkt dat dat alleen maar in discrete waardes komt. Dat geef ik u even als gegeven. En die discrete waardes zijn altijd L keer L plus 1 keer H in het kwadraat. Waarbij die L een getalletje mag zijn. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus die L kan bijvoorbeeld 0 zijn, dan staat er 0 keer 1 is 0, h kwadraat mag ook 1 zijn, 1 keer 2 dus 2h kwadraat, etc. Dus die L is een natuurlijk getalletje, zo moet je dat lezen. En in de kwantummechanica mag ik dit, die P, lezen als h gedeeld door i ddr. Ja, dat mocht, hè, want de P en de R commuteerden, dus dat was het dat ding. Dus de vergelijking die ik hier eigenlijk moet oplossen, dat is de Schrödinger-vergelijking, heet dat dan, is deze. Hé, hey, waar is mijn prikkert? Ha. Dat is die H van ons, hè? We hebben alles ingevuld wat ze wisten, hè? Hier staat die P nog. Ik zie dat ik daar een kwadraatje vergeten ben, meneer Wieder. D kwadraat, dr kwadraat, hè? Dat is een kwadraat. Hè? En die andere term heb ik hier nou samengevoegd. Die heb ik hierbij gevoegd. Wat had ik? Ik had staan. Een onhandig bord is dit. H is P in het kwadraat gedeeld door 2m. Hè? Plus, nee, laat ik het anders opschrijven. Ik had het zo staan op die andere sheet. 1 gedeeld door 2 mu, p kwadraat plus l keer l plus 1 delen door r kwadraat, h
in het kwadraat. Ja? Dat was een stukje wat we hadden, hè? Ik heb in plaats van L, heb ik in plaats van P loodrecht, heb ik L gedeeld door R ingevuld. Dus hier dit stukje. Dit hier. Dat was mijn L kwadraat. Ziet je? Dus in plaats van die L kwadraat heb ik nou deze manier ingevuld. Nou, elektrostatisch potentiaal is min ZE kwadraat gedeeld door R. Nu herarrangeer ik hem. Dan neem ik de dingen met R bij elkaar. En die P laat ik even met rust. Dan staat er 1 gedeeld door 2MP in het kwadraat. Plus 1 gedeeld door 2M L maal L plus 1 H in het kwadraat gedeeld door R in het kwadraat. Dat is die. Min Z E kwadraat gedeeld door R. Dat is wat ik hier gedaan heb. Ja? De laatste stap, omdat ik een vergelijking wil hebben alleen maar in R. Ik mag wel afgeleiders hebben. Ja? In plaats van die P schrijf ik H gedeeld door I DDR. Dus P is H gedeeld door I DDR, dus P in het kwadraat, is H gedeeld door I in het kwadraat, D kwadraat, DR kwadraat, dat is dus, delen door I is gelijk aan min I, hè, daar kom ik over, min H kwadraat, DR in het kwadraat, dus vul ik daarin, H is dus en min h kwadraat gedeeld door 2m t kwadraat dr kwadraat plus 1 gedeeld door 2m l maal l plus 1 h in het kwadraat gedeeld door r in het kwadraat min z e in het kwadraat gedeeld door r. Dat is wat ik gedaan heb. Ja? Nou zoek ik. Dat is een operator, hè? Hij doet iets met een functie van R. Hè? Hij neemt daar de afgeleide van. Dan vermenigvuldigt hij met een term die van de plek afhangt. Wat is Z? En Z is het atoomnummer, het aantal protonen. Ja? Ja? Dus twee ladingen stoten elkaar af met het product van die twee ladingen, dus Z keer E, gedeeld door de afstand. Dat is die operator. En wat ik nou zoek is een functie. Dat als ik hem op die functie laat werken. Hè, er zit een afgeleide in. Een 1 gedeeld r kwadraat. En r, komt daar weer die functie terug met een getalletje ervoor. Dat heette de eigen toestanden. Ja, bij die functie hoort maar één waarde van de energie. Niet meerdere waarden, één waarde. Dat is wat je wil. Hè, dat is een eigen toestand. Dat is uiteindelijk je spectrum van je atoom. Vervolgens heb ik nog een randvoorwaarde, namelijk dat die in het oneindig moet die functie nul worden, want daar zal ik vast wel geen elektron hebben, hè, ver weg van het atoom. En precies op nul ook niet. En waarom niet? Omdat het is wel een driedimensionaal plaatje. Ik heb nu alleen de stralen, ik heb ook nog de hoeken. En als ik naar kleiner en kleiner en kleiner ga, wordt het volume van een bolletje met straal nul, die gaat naar nul toe. Daar kan geen elektron in zitten. Ja, daarom. Ja? Dat zijn mijn twee randvoorwaarden. Dan maak ik hem steeds kleiner, steeds kleiner, steeds kleiner. Maar dat is de limiet, hè? Ja? Ja? Die elektron was een punt. Was dat een mathematisch punt? Dat een dimensie nul heeft? Ja, letterlijk. Ja. Tot nu toe, hè? Hij heeft geen structuur. Nou, dus we hebben nu al twee kwantumgetallen. Die n komt uit die randvoorwaarden, hè? Dus het oplossen van die vergelijking. In die vergelijking zat een getalletje l. Dat hoorde bij onze draaiimpuls, die l. Ja? L kwadraat als ik het goed zeg. En dan hoort er altijd een derde getalletje bij. Dat is één van de drie richtingen van die draaiimpuls. Dat geven ze vaak aan met de z. Niet alle drie. Alleen maar één.
Want als je de ander meet, hè, de kwantummechanica zegt dat je dan de ander verstoort. Dus ik heb iedere toestand, kan ik vastleggen met een N, een L, en iets wat hoort bij die nieuwe draaiimpuls, noem ik M. Dus ik heb de kwantumgetallen. N, L en M. Dit is de Schrödinger-vergelijking. Dit is de eigenwaarde van L kwadraat. Hè? En dit is de eigenwaarde van de LZ-operator. M keer H. Kun je het lezen daarachter? Ik wil heel even uitleggen wat eigenwaarde is. Een eigenwaarde is, ik laat dat ding werken op de functie. Hè, en dan komt weer diezelfde functie tevoorschijn met een getalletje tevoorschijn. Dus eigenlijk die energiemeting doet niks met die toestand. Ziet u, dat staat er eigenlijk. Behalve dan een getalletje voor het. Driemaal rijden wat dat getalletje betekent. Dat is de energie daarvan. Dat is een eigenwaarde eigenlijk. Dus... we spreken in de kwantummechanica over toestanden. Ja, dus, ja. En bij een toestand is een soort, is een beetje een kofferbegrip. Hè. Daar zitten stickertjes op. En die stickertjes zijn, voor die waarde heeft hij dat, voor die waarde heeft hij dat, voor die waarde heeft hij dat en voor die waarde heeft hij dat. Ja. En ik mag daar niet zomaar alle stickertjes op plakken. Ik heb maar een begrensde collectie, omdat er zijn de onzekerheidsrelaties. Als ik daar een stickertje van de R op plak, mag ik een stickertje van de P er niet op plakken, want ze zijn elkaar bijten. Deze drie stickertjes bijten elkaar niet. Ja? Ja, dus ik heb nou een toestand, daarvan wil ik de... Sorry, ik viel u in de reden. Daar geef ik u de oplossing van die Schrödinger-vergelijking van. Ik geef u de waarde van de totale draaiimpuls van, L kwadraat. En ik geef u de waarde van de LZ en dan heb ik de toestand volledig vastgelegd. Ja? En dan is het die L, daar zit die Hamiltonian weer in. Dan kan ik nou ook lezen hier. Is dat een H? Ja. Dus de eigen L kwadraat, hè, daar de eigenwaardes van, het is niet de operator, dus de eigenwaardes daarvan, is L keer L plus 1 keer H, dat is Planck's constante in het kwadraat. Je had gehoopt dat de stiften wat dikker zouden zijn. Ja? Dus dat is van het totale draaiimpuls, hè? Daar heb ik niks over de richting gezegd. Hè? En dan meet ik hem in één richting, ik mag maar één richting meten, omdat alle andere richtingen meten me verstoort. En voor die ene richting vind ik dan de LZ, hè, de Z-as, is M keer H. En het mooie is, het blijkt dat dit getalletje M, dat moet tussen de L en de min L liggen. Zo pakt het allemaal uit. Ik geef u dat als gegeven, hè, dus ja? Ja? Dus als ik L is 1 kies, ik hoor een vraag eens. Ja, ja. Hele getal, hele getal, ja, ja, ja. Ja, dat is belangrijk. Dus als ik L is 1 kies, hè, dan is 1 keer 2, dan is de eigenwaarde van L kwadraat is 2H kwadraat. En dan kan ik voor die LZ-waardes alle waarden van min 2 tot 2 hebben. Dus min 2, min 1, 0, 2 of 1, 2. Ziet u dat? Zo werkt dat. Geen andere waardes. Alleen dat. Dus als ik L is 2 kies... Dus de eigenwaarde van die L kwadraat is 2 keer 3 is 6 H kwadraat. Hè? Dat ligt vast. En ik kan die LZ-waarde, de waardes hebben van 2, zeg ik, hè? Min 2, min 1, 0, 1, 2. Alleen die. Ja? Ja, over die andere kan ik niks zeggen. Dat is de onzekerheidsrelatie. Ja? Ja? Dus misschien... Je komt nog uit het ouderwetse onderwijs, dus misschien kent u die notatie nog. L is 1, geven we aan met S. P is de volgende. Je kunt onthouden speedofiets, zo onthoud ik het altijd. Ja, speedofiets. Ja? Ja? Of L is 0 is dat. Ja? L is 1, dit is dus min 1, 0, 1. L is 2... Min 2, min 1, 0, 1,
2, LS 3, min 3, min 2, min 1, 0, min 1, 1. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ja, nu klopt het weer. Hey, hallo. Ja? Dan zijn je weggesteggeld. Ja? Waar kijkt u weer nou naar? En dan ga ik u gek maken. Dit hier zijn de waarschijnlijkheidsverdelingen. Van dat elektron in zo'n L-orbitaal of zo'n LM-orbitaal rond een kern. Maar wat het eigenlijk is, op al die plekjes is dat elektron tegelijk. Ja, met een gewogen, ze zijn wel gewogen al die toestanden en dat zijn die kleurtjes. Dat heet straks het superpositiebeginsel. Ziet u hoor dat idee wat u op de middelbare school leerde van die... Van zo'n soort zonnestelseltje waar die elektronen om de kern draaiden. Dat is dus niet het correcte beeld. Hè? Nee. Ja? Daar ben ik ook achter. Daar ben ik dik achter. Ja. Ja, ja? Ja, zo ziet het eruit. Hè? Nu heeft u dus een spoedcursus Schrödingervergelijking gedaan. In een half uurtje. Hebben we niet slecht gedaan. Ja? Dus we hebben nu drie kwantumgetallen. N, L en M. Nu zijn daar regels voor die zich ordenen. En scheikundigen kunnen dat veel beter dan ik dat kan, maar ik ga het u toch proberen uit te leggen. Kijk, een voorbeeld. Dus de nulenergie zit eigenlijk daar. Dat is het vrije elektron, helemaal boven. Het meest gebonden elektron, dat is de NS1 toestand... gaven ze vroeger aan met een K. Ik onthoud dat met KLM vliegt met u mee. KLM en OP. Ja? Dat is gewoon een oude notatie is dat. Ja? Omdat dit NS1 is, mag de L-waarde maximaal 1 zijn. LS1, mag de L-waarde maximaal 0 zijn. Dat is die S. S is 0, hè? Weet je nog? Als... L 0 is, ja, en die S 0 is, heb ik maar één toestand. Waarom ik daar twee elektronen in stop, ga ik u zo zeggen. Dan de volgende, 2. Dan mag die L-waarde 0 en 1 zijn. S en P. Ja. Nu is die S-toestand heeft een lagere energie dan die P-toestand. Het scheelt niet zoveel, maar het is een lagere energie. En dat komt omdat in dit geval de P-toestand gemiddeld verder weg van die kern af zit. Het zijn van die rare sigaren in plaats van een bol. Is dat wat subtieler dan dat? Ik heb een scheikunde wel gehad. Is dit wat orbitalen noemen? Dat noemen ze orbitalen. Maar orbitalen suggereert dat het... En dat is het dus niet, hè? Dat mag van een natuurkundige, maar ik ben meer scheikundige. Ja, maar het mag niet, hè? Anders mag je me zeggen hoe ik dan in die sigaren rond moet gaan, hè? Ja. Dat zijn echt superpositiebeginselen. En de volgende 3, ja, dan mag je dus 0, 1 en 2 hebben. En dan geldt het precies hetzelfde en zo gaat dat door. Ziet u dat? En je ziet ook gebeuren dat naarmate ik verder weg ga, dit laddertje als het ware in elkaar schuift. Ja? En dat betekent dat je krijgt hier zo'n rare mengelmoes. Als ik hier ga vullen, zou ik eerst de 3S, dan de 3P, dan de 4S, dan de 3D, dan de 4P, dan de 5S. Ziet u dat? Ik zou zo heen en weer springen tussen die schillen. Ziet u dat? En dat komt omdat dat laddertje in elkaar schuift, als het ware. Het laddertje wordt langer, hè, maar het schuift ook in elkaar. En dat is weer de reden dat die buitenste elektronen veel makkelijker springen en losgaan. Dat heeft daarmee te maken. En dat komt omdat ze gewoon simpelweg verder van de kern af zitten. Ja, relatief worden de verschillen steeds kleiner. Heel, heel platvoers gezegd. En dan heb je die mooie scheikundige. Werkt dat ook? Nee. Je kunt altijd hopen. Wat is de regel? Hè? Hoe kun je dat makkelijk onthouden? Scheikundige. Ik ben gepromoveerd in Amsterdam. Wij bouwden onder andere samples. Dus die supergeleiders en die heavy fermium materialen. En werkten dus vaak samen... met scheikundigen en mijn baas, professor Fransen, een van de beste science managers die ik ooit heb tegengekomen. Hij kon leven en laten leven als de beste. Hè. Had een favoriete spreuk. Die zei altijd, scheikundigen weten de goede dingen om de verkeerde reden. Dus als hij zegt dat het zo is, dan zal het ook wel zo zijn. Maar zoek de reden even uit. En daarmee bedoelde hij eigenlijk...
op een bepaald moment wordt de natuurkunde van de scheikunde zo ingewikkeld dat je geen andere regel, geen andere manier hebt om daarmee om te gaan dan rules of thumb. Hoe zeg je dat? Waarvan je niet precies weet, ja, blijkbaar, het werkt altijd. Hè? Ja? Ja, dan doen we dat. Ja? Ja? En dat is tegen de haren van natuurkundigen, maar het werkt. Dus je moest altijd naar die lijn luisteren en daarna gaan uitzoeken waarom het nou precies zo gaat. En dan zei mij dus verder, dat ik zei het je toch. Jij met je rare excuses. Ja, dat is hoe ik dat dan. Dus je ordent ze naar toenemende waarde van de combinatie n plus l. Ja? En die l moet altijd kleiner zijn dan die n. Ja? En als je een gelijke n plus l hebt, dan orden je ze op volgorde van n. Dan komt de laagste n eerst. En de manier dat ik dat altijd onthoud is in zo'n diagram. Hè? Dus de volgorde is 1s. Hè? De l mag alleen maar 0 zijn. 2s, 0 en 1 zijn er. 3s, 0, 1 en 2. 4s, 0, 1, 2 en 3 enzovoort. Hè? Ik ben niet opgehouden. Ja? En dan ga je langs de diagonaal. Dus de eerste toestand die je vult is 1s. Pak je de volgende. 2s. Pak je de volgende. 3s en dan 2p. Pak je de volgende. 4s en 3p. Pak je de volgende. 5s, 4p, 3d. 6s, 5p, 3d enzovoort. Ziet u hem? En zo vult zich dat. Ik vond dat een handig vuistregeltje. Ja? Ja? We zijn nog middelbaar school scheikunde aan het doen, hè? Ja? Moet ik het nog een keer terugzetten? Ja? Ja, dat is duidelijk. Ja. Het is gewoon een trucje eigenlijk. Ja? Nou, het volgende is, zoals gezegd, deze... elektronen hebben een spin, een klein magneetje. En dat kleine magneetje komt in twee soorten voor. Of die spin is geheeltallig. Ja, net als die LZ is ook een draaimomentje. Een magneetje is een draaimomentje eigenlijk. Dus 0, 1, 2, 3, 4, 5. Of is halftallig. Als die halftallig is, dan noemen we die beestjes fermionen. En als ik tijd heb, zal ik u uitleggen omdat zo'n wezenlijk verschil is. En als hij heeltallig is, dan heet het bosonen. En dat zijn wezenlijk andere beestjes. Die fermionen mogen nooit in dezelfde toestand zitten. Makes sense. Dus de meeste deeltjes zijn ook fermionen. Binnen een volume denk ik dan gelijk. Toestand, hè? Toestand, hè? Dus, toestand. Ja, ja. U denkt nog steeds in plaats. Ja, ik ben gewoon scheikundig. Ik denk gewoon altijd wat er ergens. Ja, denkt u eraan, hè? Dat is een koffer, die toestand, en met labeltjes erop. Hè? Een plaats is een slecht labeltje. Over het algemeen. Draaimpuls en de componenten, dat zijn goede labeltjes. Voor een natuurkundige. Ook voor een scheikundige, vrees ik. Ja, u gebruikt ook die SP en D-orbitalen, dat zijn ze. Ja, dat is de draaiimpuls. Ja? Ja? En dat ik dan iedere keer zeg, ja, dat snap ik wel, want het stikt een beetje meer uit en zo. Dat is voor mijn goede gemoed. Hoe zeg je dat? Om mezelf een beetje gerust te stellen. Ja? Ja? En bosonen aan de andere kant, die hoeven niet in dezelfde toestand, of niet, die mogen in dezelfde toestand zitten. Dus daarom is het ook het Higgs-boson. Een foton is ook een boson, want ik kan meerdere bosonen, meerdere fotonen hebben die hetzelfde zijn. Alle wisselwerkende deeltjes zijn bosonen. Die kunnen in dezelfde toestand zitten. De meeste protonen, neutronen en elektronen, het zijn allemaal fermionen. En nou kan het natuurlijk zijn dat je per toeval... het atoom zo in elkaar stapelt, dat al die spinnetjes optellen tot een geheeltallige spin. Dat zou kunnen, hè? Die stoffen bestaan. Bijvoorbeeld helium-3, helium-3 heeft dat. Dat betekent voor dat atoom helium-3, dat is een edelgas, hè? En een edelgas betekent ook dat ik het bij lage temperaturen vloeibaar kan krijgen, die kunnen allemaal in dezelfde toestand zitten.
Dat betekent al die atomen, hè, die paar mol atomen die je daar hebt, gedragen zich alsof het één atoom is. Ja? Dus als één van die atomen zou scatteren, dat kan het alleen maar als ze allemaal tegelijk scatteren. De 10 tot de 23 atomen tegelijk scatteren. De kans dat hij dat doet is heel klein. Mag ik even achter mij zeggen? Dat betekent dus die vloeistof, ja, omdat de kans dat ze scatteren, verstrooien, hè, zo klein is, stroomt alsof er geen wrijving is. Superfluiditeit. Dat wil ik je zo laten zien op een filmpje. Dat mag je eerst even vragen. Wat denk ik, mijn conceptuele probleem is dat u zegt dat geen twee elektronen kunnen dezelfde hebben. Toestand, hè? Toestanden, ja. Maar bij drie wel, want er zijn maar twee toestanden. Ook niet. Dus als ik dat atoom ga vullen, misschien dat dit u helpt. Als ik dat atoom vul, u doet het eigenlijk altijd al. Waar is het plaatje? Ja? Ik begin van onderaf, hè, de laagste energie. Ja? Dan stop ik daar een elektron in met spin omhoog. Magneetje omhoog. Ja? Die magneetjes konden alleen naar boven en naar beneden zijn. Hè? Dan mag ik er nog één bij doen met het magneetje naar beneden. Hè, meens? Dat is anders. Hè? Dan is het vol nu. Hè? Ik heb geen andere combinatie meer. Vul ik de volgende. Omhoog. Naar beneden. Dan de volgende. Ziet u? Ik vul letterlijk één voor één alle plekjes op. Dat snap ik. Ja. Maar dit is maar één atoom. Dat is één atoom met meerdere toestanden. Precies. Maar als je er maar twee atomen hebt, dan heb je toch wel dat ze in gelijke toestanden kunnen zijn. Naast elkaar bedoelt u? Ja. Ja, maar het een is het één atoom en het ander is het andere atoom. Het zijn niet dezelfde toestanden. Ik heb het helemaal over één atoom. Ja. Hij begon. Ja. Nu valt het kwartje. Dus dan begrijp ik het weer. Maar dat is een andere toestand. Het zit op een andere plek. Een ander center of mass. Die veegde ik als eerste weg, weet u nog? Sorry, ik ben er weer. Nee, niks, sorry. Nee, dat wil ik niet van u horen, ja, verdorie. Ja? Maar ziet u hoe zo'n klein stukje het verschil kan maken tussen begrijpen en niet begrijpen? Dan moet u dat vooral doen. Geldt voor iedereen, hè? Niks sorry hier, hè? Ja? Dus geen twee elektronen in dezelfde toestand. En dan komt Hund's regel. En Hund's regel zegt eigenlijk, als ik die P-toestanden ga invullen, dan had ik het dus... Dat is L is 1 toestand, hè, daar had ik er 3 van. Hè? Min 1, 1, of min 1, 0 en 1. Dan vul ik ze eerst alle 3 met 1 elektron. Dat kan ik dan wel volgen. Dan zitten ze zo ver mogelijk uit elkaar. Dan hebben ze het minste last van elkaar. Maar de volgende deel is, ik zorg dat al die elektronen omhoog steken. Allemaal in dezelfde richting steken. Dus omhoog, omhoog, omhoog. Dat is wat je doet. Ik zal u eerst laten zien hoe Hund's regel werkt. Daarna gaan we het over hebben waarom dat eigenlijk zo is. Daar zit weer een kwantummechanica ding achter. Ja? We zijn nou gewoon een spoedcursus middelbare schoolwiskunde doen, hè? Zijn jullie nog lachend, hè? Hier heb ik mijn toestand als doosjes getekend. Ik heb dit gejat van Wikipedia. Daar stond een animatie op en ik heb gewoon die plaatjes uitgeprint. Daar kunt u hem ook nog vinden. Ja? Dit is de 1s. Hè? Dus n is 1. Dan mag de s of mag de l alleen maar 0 zijn. S. Dan n is 2. Dan mag de s 0 zijn of 1 zijn. Ja, dus de l is hier 1. En dus de m min 1, 0 en 1. Zo moet je dat lezen. Ja? Dan ga ik vullen. Ik begin met 1 elektron in de onderste schil. Spin omhoog. Tweede elektron. Onderste schil, spin naar beneden. Alles is bezet hier. Ik heb geen toestanden meer waar geen elektron zit. Hè? En ze mogen niet dezelfde toestand hebben. Die toestand is vol. Volgende. Spin omhoog. Spin naar beneden. Tot nu toe is het duidelijk. Nou komt Hund's regel. Nu ga ik die P-toestanden vullen. Vul eerst deze met spin omhoog. Ja? Maar had ook spin naar beneden mogen zijn trouwens. Dat maakt niet uit. Hè? Nu Hund's regel zegt mij dat ik dan vervolgens die tweede ook met spin omhoog vul. En die derde ook met spin omhoog. Dat is het eerste wat ik doe. Dus zo ver mogelijk uit elkaar en een andere M. Hè, maar met dezelfde spin. En dan pas
begin ik zijn broertjes erbij te zetten. Dat zou Groen's regel zijn. Is de regel duidelijk? Ja, zo werkt hij. Ja? Dus ik vul eerst alle verschillende emmertjes uit. Hè? P is L is 1, hè? Dus dan had ik min 1, 0 en 1. Daar stop ik er 1 in. Daar stop ik er 1 in. Daar stop ik er 1 in. Maar ik doe ze ook nog allemaal met dezelfde spin. Dezelfde richting. De magneet is dezelfde kant uit. Ik had ze ook om en om kunnen zetten. Hè? Nee. Dat lijkt een beetje op zo'n waarheidstabel. Op wat? Zo'n waarheidstabel. Ik snap uw vergelijking. Ja. 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 Ja? De spin waar u hier over praat, die gaat in de duidelijk aan de ene kant. Ja? Dan aan de andere kant zeggen, dus daar heeft dit portief verleden gezegd. Het elektron zit als een waaier om het daar gewoon heen. Ja? Hoe kan dat combineren? Ik weet wel niet waar het elektron is, maar ik kan zijn magneetveld wel meten. Vaak in boeken wordt de onzekerheidsrelatie verkort en dat is fundamenteel fout. Hè? Dus ik wil dat idee niet propageren dat een bepaald soort metingen andere metingen altijd verstoren. Dat is een verkeerd beeld, maar misschien dat het intuïtief wel helpt. Dat een plaatsmeting de impulsmeting altijd verstoort. Hoe weet je waar precies de vlieg is? Maar dan beweegt hij niet meer. Ja, als ik het heel bot zeg, ja? 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 Dat is een verkeerd beeld, maar dat geeft u misschien wel voldoende intuïtie om dat te kunnen vast te pakken. Ja? Soms moet je eerst een bruggetje maken voordat je de... Ja? Ja? Dat is Groen's regel. Waar ben je? Deze zag ik. Waarom geldt die Groen's regel? Nee, deze, sorry. Waarom geldt die Groen's regel? Die geldt... dat gaan we nog over hebben. Fermionen moeten een antisymmetrische golffunctie hebben. Antisymmetrisch betekent... als ik alle eigenschappen van het ene deeltje verwissel met het andere deeltje... krijg je precies dezelfde toestand terug, alleen met een minteken ervoor. Met mij eens? Nou, ga ik kijken naar, laten we zeggen, de plaats en de spin los van elkaar. Dus als ik de spinnen van die twee deeltjes verwissel, ja, en die functie zou antisymmetrisch zijn, dan moet de andere functie symmetrisch zijn, met mij eens? En andersom, als ik deze verwissel en die symmetrisch, moet deze antisymmetrisch zijn, anders kan er nooit min uitkomen. Nou, het punt met een antisymmetrische functie... is dat daar de gemiddelde afstand groter is dan in een symmetrische functie. Ja, want een antisymmetrische functie gaat altijd door 0 heen. Ja, dat betekent twee deeltjes in een antisymmetrische plaatsfunctie zitten gemiddeld verder uit elkaar dan in een symmetrische plaatsfunctie. Dus als ik er nou voor zorg dat ik de spinnen symmetrisch neerzet, dan weet ik zeker dat de plaatsfunctie antisymmetrisch moet zijn, zo ver mogelijk uit elkaar. Wat is symmetrisch neerzetten? Dit doen. Ja, dat is de reden waarom Groen's regel opgaat. Hebben we hem? Half. Nog een keer doen? Oeps, pas op. Ja, goed. Dus nog eens. Spinnen half, fermionen, ja, moeten een antisymmetrische golffunctie hebben. Dus als ik alle eigenschappen van het ene deeltje verwissel met de eigenschappen van het andere deeltje, moet ik precies dezelfde golffunctie krijgen met een minteken ervoor. Ja. En dan ga ik het bij stukjes doen. Dus ik verwissel eerst alleen de spinnen. En daarna, en het andere stukje, alleen de plekjes. Ik doe het los van elkaar. Als ik alleen de spinnen verwissel, als ik dan een minteken krijg, hè, moet bij het plekjes verwisselen niet nog een minteken ontstaan, dan gaat dat verkeerd. Hè, dat moet een plusteken zijn. En vice versa, als dit een plusteken is, moet dit een minteken zijn. Anders is het niet goed. Ja? Nou, dat betekent als het spindeel symmetrisch is, dus bij het verwisselen geen minteken ontstaat, dan moet het ruimtedeel symmetrisch zijn, of antisymmetrisch zijn. Een antisymmetrische functie, daar zit je gemiddeld verder uit elkaar dan bij een symmetrische functie.
Is dat iedereen met me eens? Fx min f min x, hè? Die is 0, zelfs bij x is 0. Hè? Dan zie je het al gebeuren. Hè? Ja. En omdat je dan verder uit elkaar bent, stoot je elkaar minder af. Lagere energie. Ja? Ik probeer die regels een beetje handen en voeten te krijgen, dat je een beetje snapt. Ja. Volgende. En nu gaan we herrie maken. Als je een scheikundige vraagt wat drijft de configuratie van alle elektronen, dan zeggen die elektronen of atomen streven altijd naar, nu zeg ik het vast niet eerlijk, hè, naar of geheel gevulde schillen of half gevulde schillen. En dat heeft gevolgen. Als ik bijvoorbeeld, wat had ik hier genomen, is dat koper? Ja, koper neem, hè, en ik zou gewoon standaard gaan vullen, links, rechts, en dan krijg ik het, de Hoensregel, hè, die, 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 die en die. Dan ga ik door met vullen, die, die, die en die. Dat is volgens de regels zoals we nu gedaan hebben. Hè? En dan komt die. Ik streef altijd naar gevulde schillen en of half gevulde schillen. Dus wat doe ik? Ik haal dit, moet ik de goede tekenen, dit elektron weg en dan stop ik daarbij. Dan is deze geheel gevuld en deze half gevuld. En dat is dan de configuratie van koper. Dat betekent ook dat als je koper ioniseert, je niet een D-elektron krijgt, maar een S-elektron. Dat is in dat opzicht belangrijk, want die S-elektronen gaan straks voor de geleiding in koper zorgen. En S-elektronen zijn mooi sferisch, er zit het minste rotzooi op. Waarom is dat? First of all, net als Hoens regel, hè, wil hij de lading zo egaal mogelijk verspreid hebben. Zo ver mogelijk uit elkaar. Hè? Dan wil ik de golffuncties zo symmetrisch mogelijk hebben. Dus door ze allemaal in diezelfde toestand met allemaal de spinnen in dezelfde richting te steken, dat is dus half gevuld, hè, heb ik zoveel mogelijk verwisselingen die niks uitmaken. Ziet u dat? Als ik dat niet heb, hè, zoals hier, ik heb dan minder verwisselingen. Ja? En dus hoe symmetrischer de golffunctie is, hoe gemiddeld die dingen verder uit elkaar zitten. Ja, en hetzelfde geldt ook voor heel geheel gevuld. Dus dat antisymmetrische, dat drijft dit en Hoens regel. Ja? Hé, doe het. Oké, daar komen we. Daar zitten die elektronen, hè? We zijn er bijna doorheen. Eerste schil. Tweede schil. Derde schil. Hier komen dan langzaam de overgangsmetalen. En ziet u dat dat 4S voor zit te kruipen voor 3D? Dat is dat regeltje wat we net hadden, hè? Van die scheve lijnen, hè? Dat zijn de overgangsmetalen, dat zijn deze jongens. Ja? Dan gaan we weer terug naar de vierde schil. Overgangsmetalen nog. Op een bepaald moment komen er de F-elektronen bij, dat zijn de lanthanides en de actanides, dat zijn deze. Zo zit dat in elkaar. Ik hoop dat u langzaam... Oh man, ik had ook nooit scheikunde moeten kiezen, dacht ik. Krijgt u het ook nog van een natuurkundige ook nog. Ik ga nog proberen het uit te leggen, dat is het ergste. Ga ik u wel voor bij elkaar zetten. Ja? Ja? En u krijgt sowieso de PowerPoint. Nou wil ik even met u zeuren over magnetisme. En dat doe ik om een reden. En... supergeleider, daar ga ik u straks van overtuigen, is een perfecte diamagneet. Nou, perfecte diamagneet is heel speciaal. De meeste materialen, of de materialen die diamagnetisch zijn, zijn dat maar een heel klein beetje. En bijvoorbeeld grafiet. Ik heb hier
dat voorzichtig doen, die breekt het zo. Vier magneetjes. En dat plakje wat er bovenop ligt, is heel zuiver grafiet. Maar doe niet bibberen, kunt u het misschien zien. Shit, ik kan niet vinden. Niet bibberen zijn. Hierboven. Ja, dat is misschien wel zo ver. Vliegende kikker. Ja, heel goed van het. Heeft u het helemaal kunnen zien? Anders kunt u straks in de pauze. U zegt vliegende kikker. Mijn oude baas was meneer Geim, een Russische meneer. Ja? Ja, dat van. Ja. Daar was ik bij, maar dit was de Ig Nobelprijs. En meneer Geim is Russisch. En in Nijmegen hebben ze de sterkste magneten ter wereld. En een van de dingen die mij altijd baffelt is. Dat is een echt een top instituut. Zo een is er geen op de wereld. Er staat een vrije elektronlaser naast. En die combinatie, hè, in die allerhoogste velden met die röntgenstraling, kom je nergens tegen. In plaats dat wij daar zo in beren trots op zijn, hè, dat vooral propageren, kun je je voorstellen hoe Fransen of Engelsen dat zouden doen. Halen we onze schouder op. Ik denk dat de meeste van u nog nooit van de magnetenlab gehoord heeft. Nou, dat bedoel ik dus. Gelooft u me, dat is echt top of the bill. We hebben ook meerdere Nobelprijzen. Waaronder dus meneer Geim. Dat was mijn oude baas. Hè. Ik was daarbij dat hij me dat grafiet deed met die plakkertjes. Hè. Ik heb hem daar helpen plakken, et cetera. Maar dat is ook die kikker. Dus alles is diamagnetisch. Ik zal je zo uitleggen wat het is. Dus ook levende materie. En je moet een magnetenlab verkopen. Dus we hadden besloten om het te verkopen. Laten we iets zweven, maken een mooie foto, sturen het op. Meneer Geim, zijnde een Rus, hij zei, weet je wat, pak de vis uit het aquarium. Maar dat is een beetje gemeen. Ik bedoel, die vis heeft water nodig. Ja? Dat is niet aardig. Hè? Nee, ja. Dus hadden wij besloten van, weet je wat we doen? We gaan naar de afdeling daarnaast, de biologieafdeling, die kweken kikkers. Gaan we gewoon een kikker leasen. Wachten gewoon tot ze naar huis zijn, gaan we een kikkertje halen. Ik zei, er zijn jonge hond, mocht dan dat kikkertje gaan halen. Je moet je dus dat voorstellen, hè? Dan ga je daar naartoe, dan heb je van die biohazard door. Dan kom je daar binnen, hè? Een totaal onbekend lab. Je weet niet waar het lichtknopje zit. En dan zie je van die bakken met van die handschoenen. Dat is vast wel uit de film gezien. Zo moet je dat voorstellen. En dan hoop je maar dat aan die andere kant een kikker zit. Hij wist wie die wegstuurde. Maar die kan ik missen. En die kikker zweeft ook inderdaad, zoals dat magneetje ook. Maar wat ik niet wist, is dat een kikker topzwaar is. Die zweeft op zijn kop. En als je daarover nadenkt, maakt dat ook zin. Ik bedoel, als je als kikker topzwaar bent en je springt, dan ga je om je eigen as draaien. En dat houdt je stabiel als een kogel. Dat wist ik niet. Dus al die foto's die je ziet, zijn van onderaf genomen. En toen vonden wij dat zo mooi, en toen belde ik dus mijn toenmalige buurman, dat is een goede vriend van mij, die was editor bij de Gelderland, van je moet komen kijken, dit is leuk. Dus die kwam, die heeft Stantapedi een fotograaf gebeld, hè, gezegd, dit moet je verkopen. Dat is begonnen. Dankzij Mark, die zei van, dit moet je verkopen. Domme fysici snappen dat nog niet zo goed, wat echt verkoopt. Ja, ja sorry? Ja. Zo is dat is het verhaal. Is het zin even nu pauze te houden of ja, nu we toch aan het verhalen vertellen zijn? Ga ik daarna magnetisme doen, ja? Verre deal? Ja. So far so good? Die kikker heeft toch de Nature verhaal zelfs? Ja. Ja, en het probleem is, het artikel werd gepubliceerd op 1 april. Oh, dus men wist, ja, ik maak geen grapjes, men wist dus niet, is dit een grapje of niet? Zeg je wat, zeg? Ik denk dat mijn kinderen dat prachtig vinden, dat diamagnetisme. Kan je dat kopen zo'n 6 jaar? Ja. Ja, dat vertel ik net. Sorry, die magneetjes die kun je zo op eBay kopen. Kost dat geen luik? Dat kun je gewoon kopen ergens, denk ik. Ik heb ze af van te laag gezocht natuurlijk. Maar ze zitten om en om, hè? Dat zijn noord-zuid, hè? Ze zitten zo. Als je ze tegen elkaar legt, dan barst ze uit elkaar. Dat is heel breed. Ja. Maar je kan het gewoon kopen. Zomaar in. Dat is hij. Dat is hier dat je dat daar ook kan komen.
Ja, mogen we weer? Zijn we er klaar voor? Hier hadden we het over gehad, hè, dat is dat diamagnetische. Die magneten zitten om en om, hè, zuid, zuid, noord, noord. Je maakt hier een soort zadel waarin hij zweeft. Maar nou, wat is diamagneet? Je moet dat woord letterlijk nemen. Diamagneet, tegen magneet. Dus dit spul maakt vanzelf uit, als ik een magneetveld aanleg, een tegengericht veld aan. En dit diamagnetisme ontstaat, als je het in grote stappen snel thuis zou zeggen, zo'n elektron die om zo'n kern heen draait, is eigenlijk een kringstroompje. En zelfs een kringstroompje zonder weerstand. En als dat kringstroompje een wisselend magneetveld voelt, dus stel voor hij ziet het magneetveld toenemen, hè, omdat ik hem erin leg, hè, dan zou hij in dit geval een extra stroompje naar beneden toe maken. Hij gaat het oorzaak van zijn eigen bestaan tegen. Ja? En omdat dat ding geen weerstand heeft, blijft dat stroompje lopen en blijft dat magneetveld dus bestaan. Dat is diamagnetisme. Nou, grafiet heeft dat een heel klein beetje. Een superglijder aan de andere kant heeft dat heel sterk. Het veld in een superglijder, hier, in dat ding, is nul. Een echt nul. Het diamagnetisme bij zo'n grafiet niet. Daar is wel veld, maar minder veld. Nou, dat zeg je ook, dat een superglijder niet zomaar een ding is zonder weerstand. Het is veel meer dan dat. Ja? Oké. Het experimentele bewijs dat het Meissner-toestand van de superglijding niet zomaar het gevolg is van de perfecte glijdbaarheid van de superglijding. Dat ronde grote schijfje, dat is een hoge TC-superglijder. Dat blokje erbovenop, dat is een magneetje. Ligt er gewoon netjes bovenop. En nu koelen we de supergeleider met vloeibaar stikstof. Het duurt even tot de temperatuur van de supergeleider onder de 90 Kelvin komt. Dat is de kritische temperatuur van de supergeleider. Heel langzaam koelt die af. Nog een slokje. Ja, komt u maar. En daar gaat u. Op het moment dat het materiaal supergeleidend wordt, begint het veld van het magneetje uit te stoten. En begint het magneetje dus te zweven. Dit had niet zo gewerkt als de supergeleiding slechts een oneindig goede geleider zou zijn. En je ziet, het diamagnetisme maakt altijd een veld loodrecht tegen het veld in van het magneetje, daarom kun je hem ook een stootje geven en blijft hij zweven. Oeps. Nog een keer proberen. Daar hangt hij weer. En dit gaat goed, totdat alles vloeibaar stikstof op is, de supergeleider weer opwarmt, dan houdt hij op supergeleider te zijn en zal het magneetje weer naar beneden storten. Voilà, voldoende demonstratie. Het derde ding daarin, laat ik dat ook meteen doen. Weet u nog dat ik u vertelde over de superfluiditeit, dat daar al die atomen in één grondtoestand konden gaan zitten? En zich gingen gedragen alsof het één atoom was? Dus als één elektron of één atoom zou moeten scatteren, zouden alle 10 tot de 23ste moeten scatteren. En de kans dat gebeurt heel klein is. En dat je daarom een superfluiditeit krijgt. Zullen we daar eerst eens even naar kijken dat je een keer gezien hebt? Dat is gewoon mooi om te zien. Het is gewoon omdat het mooi is. Maar hoe... Ik wil terug. Hoe doe ik dat? Ik zou een muis heel erg prettig vinden, maar dat is even niet in vraag hier. Wakker worden. Sorry?
Eerst even waar u naar kijkt. Als je dingen, natuurkundigen houden heel erg van lage temperaturen, hè, dat is mooi stil, hè, geen last van de ruis van de trein. En hoge magneetvelden. Hoe hoger magneetvelden krijg je, kun je aan die spinnetjes trekken, dan kun je kijken wat dat doet. Hè. Zo extreem mogelijk, zo extreem laag en zo extreem hoog. Hè. Dit is een oud filmpje. Hoe maak je nou lage temperaturen? Dat doe je door vloeibare gassen te gebruiken. En je begint met vloeibaar stikstof. Hè. Dat laat je verdampen en dan gebruik je de latente warmte van stikstof om te koelen. Dan kom je naar heel eind. Dat doe je omdat stikstof is relatief goedkoop. Het kost ongeveer 2 euro per liter. Als je dan eenmaal zover bent, hè, dat zit in die buitenste. Je kunt hier net nog zien dat er een vaartje omheen zit. Zie je dat? Daar zit dat stikstof in. In die thermoskan, in de tweede thermoskan, daar stop je vloeibaar helium in. Vloeibaar helium is een tikje duurder. Kost ongeveer net zoveel als een flesje Geneva. Ja? Dus ja, zo orde die orde van God. Ja? Moet dat kunnen. Dat doen ze dan dagelijks. Hè? En het, ze vangen dat helium weer op en dan maken ze het weer vloeibaar. Dus ze zijn er wel zuinig op. En wat je nou kijkt is een glazen duur, zo heet zo'n ding. Hè? Dus dat kokende helium, dat zie je. En door nou dat gas daarboven af te zuigen, maak je de druk lager. En dan maak je het kookpunt ook meer lager. En dan koelt hij dus verder mee af. Dat is wat hier aan de hand is. En dan moet je eens opletten wat dat kokende helium doet. Ja, kletsen? Ja, kletsen. Dus kouder en 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 kouder. En dan plotseling. Paf. Het kookt nog steeds, hè? Ja. Alleen nou is het superfluïde geworden. Dat is een superfluïde vloeistof. Dat is ergens bij 2,1 graden Celsius. En die vloeistof kan dus door gaatjes waar andere dingen niet doorheen kunnen. Hebben we hier geen box of zo? Wat ze er nou tussen gaan houden. Even kijken wat hij precies in zijn hand heeft. Hij heeft geen geluid helaas. Dat is een bakje. En onder het bodempje van dat bakje zit een microscopische gaatjes in. Als je daar gewoon een normale vloeistof in houdt, die gaatjes zijn te klein dat het er doorheen krijgt. Als je datzelfde met het superfluïde doet, eens kijken wat het doet. Het stroomt er doorheen alsof het er niet is. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. Ziet u hoe die vloeistof om de ding heen trappen. En blijft maar stromen, blijft maar stromen, blijft maar stromen. Alsof het één ding is. Ja? Ja? Dat is ook een macroscopisch quantum effect. Net als superglijding is. Het gedraagt zich als één entiteit, alle dingen samen. Geen capillair dus. Dat heeft geen zin. Ja? Als je daar een rietje in steekt, dan krijg je een fontein. Ja, ja, ja. Het gaat er doorheen alsof het niets is. Hè? Geen, terwijl het omhoog komt, wordt het warmer. Dan wordt het weer niet supervloeiend. Ja? En die twee fenomenen hebben met elkaar te maken. Het zijn beide macroscopische eigenschappen. Of de macroscopische kwantumeigenschappen. Maar het zijn wel fundamenteel andere verschillen. Want dit zijn eigenlijk bosonen. Supergeleiding, dat zijn fermionen. Ja? Dan om het een beetje alvast. Ik zal even deze. Nou. Ja. Ik denk dat het is namelijk. Om het een beetje alvast te verraden. Dat wat de klassieke supergeleiders, de BCS-theorie supergeleiders maakt, is de elektron-fonon-koppeling. Dus als een elektron door het rooster heen gaat, trekt hij een beetje de kernen naar zich toe. En die kernen die hij naar zich toe trekt, dat geeft hem een soort positief jasje. En dat positieve jasje trekt vervolgens al het andere elektron ook naar zich toe. En dan plotseling wordt het een paardje. Dat paardje is een koepelpaardje. En net zoals we net argumenteerden dat die juist de spinnetjes dezelfde kant uit moeten zijn, hè, omdat ze dan zo ver mogelijk uit elkaar hebben, nu wil ik ze juist zo dicht mogelijk bij elkaar hebben, dus zetten ze het net andersom. Dus dat koepelpaardje heeft tegenover elkaar gerichte spinnetjes. En al die koepelpaardjes samen, die maken dat supergeleiderde condensaat. Die gedragen zich alsof het één deeltje zijn. Ik denk dat het werkt hier.
Ja, doet hij maar. Ja, ouwe hoer, maar lekker. Opschieten. Dus die trekt, het blauwe is dus het rooster en dat zijn de elektronen. Dat. En die twee samen, dat is een koepelpaar. En al die koepelpaartjes samen, dat maakt het supergeleidende effect. Nou, wat is nou het probleem met de... Met de moderne hoge TC supergeleiders. Kunt u voorstellen wat daar belangrijk bij is, zijn hoe sterk die roostertrillingen zijn. Dat zijn fononen, heette dat. Fononen zijn trouwens bosonen. Dat zijn wisselwerkingsdeeltjes. En daar hoort een kritische temperatuur bij. Dat heet de bijentemperatuur. De bijentemperatuur ligt in de orde van 30 Kelvin. Dus wil dit werken, moet dat supergeleiding zijn onder de 30 Kelvin. In 1984 was er een meneer, die was de eerste die in staat was een ceramic, hoe zeg ik, porseleinen materiaal te maken wat supergeleider is. Hè? Dat had een temperatuur van 30 Kelvin. Die heeft meteen een Nobelprijs gekregen. Punt 1 omdat het zo'n hoge temperatuur was. En punt 2 omdat het keramisch materiaal was. Ja? Het jaar daarna, of het jaar daar weer na, 1987 zoiets. Hè? Toen werd yttrium-barium koperoxide ontdekt. Hè? Met een kritische temperatuur van 90 Kelvin. Dat is boven stikstof. Dus al die proefjes die je ziet met die leviterende dingen. Dat is allemaal yttrium-barium koperoxide meestal. Ja? Ja? Maar terug naar mijn Meissner-effect. Dat is dus een belangrijke eigenschap van een supergeleider. Een supergeleider heeft drie eigenschappen. Geen weerstand. Geen weerstand. Perfect. Diamagnetisme. En dat is een macroscopische quantum toestand. Net als superfluiditeit. Ja? Er zijn mensen die proberen te zeggen dat het diamagnetisme gewoon een gevolg is van die perfecte geleiding hebben. Hè? Dat is niet zo. Dan kun je met een heel simpel proefje laten zien. Het maakt namelijk niet uit of ik dit doe. Dus ik leg eerst het veld aan en dan maak ik een supergeleider. Dat duwt u hem eruit. Of u doet het andersom. Als het een perfecte geleider zou zijn, zou dat wel uitmaken. Hè? Of je kunt het anders zeggen. Als ik dit spelletje speel met een perfecte geleider, dus ik koel hem eerst af en dan leg ik een veld aan. Of ik leg eerst het veld aan en dan koel ik hem af. De eindtoestand is voor die perfecte geleider verschillend. Dit is dus geen thermodynamische toestand. Het heeft hysterese, het maakt uit wat de voorgeschiedenis is. En dan is de magnetisatie geen goede parameter. Hè? Dat mocht geen voorgeschiedenis hebben. Voor de supergeleider wel. Godzijdank. Dat betekent dus dat we thermodynamica kunnen doen aan supergeleiders. En de thermodynamica gebruiken om te voorspellen hoe die zich moet gedragen. Ja? Kijken of dingen in elkaar kloppen. Ja? Nog die andere twee even. Dit is een paramagneet. Daar staan ze gewoon willekeurig welke kant uit. Ja? En daar zijn simpelweg niet alle spinnetjes in het atoom gecompenseerd. Er blijft er een netto spinnetje over. Die kunnen alle kanten uitwijzen. Een ferromagneet. Daar gaan die onderlinge spinnetjes elkaar voelen. Ja? Een antiferromagneet. Dan is die koppeling zodanig dat ze om en om zitten. En dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Dus als dit een antiferromagneet is, dat zijn vaak die f-orbitalen van de lanthanide en actinide waar de spin vandaan komt.
He, ze zitten om en om. En stel nou voor, één van die shells is niet bezet. Bijvoorbeeld deze. Ja, die is leeg. Nou, kunnen die elektronen hoppen, die spin kan hoppen. Dus de spin die hier staat, die kan van daar naar daar. Ziet u dat er frustraties ontstaan? Dus in zo'n antiferromagnetisch systeem kunnen dus frustraties rondlopen. Ja, dat is een soort roostertrilling, alleen dan magnetische trilling zoals je wilt. En het zou best kunnen zijn dat die frustraties elkaar aftrekken, of zeg je dat, afstoten of aantrekken. Ja? Dat kan in dit soort systemen. En dit zijn dus vergelijkbare systemen als het yttrium-barium-koperoxide, altijd maar weer stoffen waar die lanthanide, actanides in een metaalmatrix zitten. Dat is een magnetische frustratie. Ja? Geeft krachten. Ja, maar dat zijn relatief kleine krachten. Ja, zo'n spinnetje is maar klein. Hè? Ja? Dan heb je ook nog ferrimagnetisme. Die heb je eigenlijk alleen maar bijstaan. Om alles waarschijnlijk de magneetjes die je op je koelkast heeft. Dat zijn ferrimagneten. Dat is ijzer-koperoxide. Of ijzer FeO3. Hè? Hoe zeg je dat? IJzerzuurstof. Dat is een ferrimagneet. Dat is eigenlijk een antiferromagneet waar dat tweede spinnetje heel klein is en er blijft er iets over. Ja? Dit is de timeline, dat wilde ik de volgende keer doen. Ik wil het heel kort even hebben met hoe dan stoffen ontstaan. Ik mag deze weer terug in de kooi. Dan gaan we ons volgende keer doorheen praten. Krijg ik jou uit. Niemand af. Chap. Dat doet het. Oké. In de scheikunde les heeft u geleerd dat alle stoffen streven naar volledig gevulde schillen. Hè? Ja. Dus u is geleerd van zout, keukenzout ontstaat natriumchloride, omdat natrium graag een elektron kwijt wil, hè, dat een gevulde schil en chloride erbij wil. Flauwkul. Als ik namelijk kijk wat de ionisatie-energie is van het natrium en vergelijk met de elektronenaffectiviteit van het chloor, de ionisatie-energie van het natrium is veel groter dan de elektronenaffectiviteit van het chloor. Dat kost me dus energie. Eigenlijk moet ik goed zeggen enthalpie. Ik moet daar de arbeid van het gas van afhalen, zoals we ongeveer een jaar geleden geleerd hebben. Wat is het dan wel? De energie die u niet meegeteld heeft, is als dat eenmaal gebeurd is, hè, die ladingen in elkaar kunnen klikken. En dat levert enorm veel energie op. Ja? Het is die bijdrage dat je dat rooster kan vormen, hè, dat ladingen elkaar aantrekken, wat de energieopbrengst geeft. Ja? Dat het in de vuistregel tevoorschijn komt van